Deze komt van de circusopleiding, toch? Maar misschien wel niet. Bij de grote Fontys Opera moeten studenten ook iets anders proberen dan hun vaste stramien. Dus de trommelaar die altijd zo graag wil trommelen, moet nu ook iets anders doen. En misschien komt hij daardoor achter hoe goed hij kan trommelen of hoe leuk andere dingen zijn. Theatermakers, dansers, rockers, muzikanten, circusartiesten, beeldend kunstenaars. Fontys heeft er allemaal scholen voor. De 350 eerstejaars zijn bij elkaar gezet. We hebben eigenlijk geen verwarming, dat is een beetje jammer. Kom op. Bij elkaar gezet, zei ik, om in 4 dagen een opera te bedenken en te maken. Ja, echt het samen creatief denken, zeg maar. En tot verschillende oplossingen komen. Hoe jij iets wil gaan aanpakken en hoe jij het aandacht van het publiek krijgt in zo'n zaal als deze. Nou ja, iedereen heeft natuurlijk heel veel verschillende meningen. En ja, iedereen is super uitgesproken. En dat is soms nog wel moeilijk, omdat je met 15 mensen in een groep zit. En iedereen wil natuurlijk andere dingen. Ik moet zingen door een megafoon op metal. Dus dat is een hele bijzondere ervaring. Oké, zij heeft er lol in. En van dat stukje hebben we beeld. Onze act is, we gaan eten zonder handen. Het thema is obstructie. En daarachter wordt heel veel herrie gemaakt omdat het iets woest ook wel heeft. Het heeft iets heel ongemanierd om zonder handen te eten, terwijl je er iets oers. Vanavond om 8 uur mag iedereen komen kijken in het oude Zwijzencomplex, dat sinds kort perron 58 heet. Het is een soort groot tableau vivant wat vol leven zit. En dat is gewoon geweldig. Maar ik hou me toch het liefst bij zingen.